Goedemorgen allemaal. Nou, het thema is duidelijk voor deze ochtend. Een hele bijzondere universiteit zijn we vandaag, want we zijn te vroeg begonnen. Dus het is wel interessant hoe iedereen vandaag hier met elkaar in gesprek wil met de staatssecretaris. Dus het lijkt me een prima begin. Goedemorgen allemaal, mijn naam is Farid Tebarki. Ik ben vandaag uw host. Ik ga straks een gesprek leiden met de staatssecretaris samen met jullie. In het dagelijks leven ben ik oprichter van Studio Zeitgeist en columnist voor het Financiële Dagblad. Ja, fantastisch dat we hier zijn. Nederland is al 2 weken lang de voorzitter van de Europese Unie. Dat 1 juli gaat het door naar het volgende land. In het kader van het voorzitterschap wordt door het hele land gastcolleges door ministers en staatssecretaris gegeven. En vandaag is het de eer om aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie dat college te komen geven. Daar gaan we straks met elkaar over in gesprek. Eerst gaat de staatssecretaris een college geven. Daarna gaan we hopelijk interessante gesprekken voeren over een aantal thema's die we ook in het filmpje voorbij zagen komen. Maar eerst een welkomstwoord door de voorzitter van het college van bestuur. Graag een applaus voor Koen Pekking. Heel hartelijk dank. Goedemorgen allemaal. Van harte welkom, meneer de staatssecretaris. Ook namens de leiding van de Law School, Corien Prins, uiteraard Randal Le Saffer. Geweldig dat u er bent en dat er zoveel van jullie op af zijn gekomen. Klaas Dijkhoff, dames en heren, studeerde rechten aan Tilburg University en kreeg voor zijn onderzoeksmaster Europees en Internationaal Recht een cum laude. Hij promoveerde op 20 december 2010 in het oorlogsrecht bij de hoogleraren Randal Le Saffer als eerste promotor en Willem van Genuchten. Hij doseerde ook recht, retorica en politieke theorie. In 2010 werd hij lid van de Tweede Kamer van de VVD. En hij, sinds 2015, dat zal jullie niet ontgaan zijn, is hij staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. De staatssecretaris was ook heel actief tijdens zijn studentenperiode, zoals vele studenten hier in Tilburg. In de studentenpolitiek, eerst bij de fractie Vrijspraak en vervolgens bij de fractie SAM. En dat SAM, dat staat voor studenten aan de macht. Hè? Dus misschien dat bij een volgende toespraak hier een student moet staan. Hè? Maar we doen dat in goede verhoudingen sowieso hier in Tilburg. Sinds 2005 is de staatssecretaris lid van de Raad van Advies van Magister JFT, hè, de faculteitsvereniging van rechten in Tilburg. En dit evenement wordt ook georganiseerd in samenwerking met fractie Vrijspraak en Magister JFT Ad Rem. En het gastcollege is onderdeel van het symposium rondom het Lustrum, het 25-jarig bestaan van Vrijspraak. Dus we zijn er bijzonder trots op dat onze alumnus Klaas Dijkhoff hier vandaag een gastcollege wil geven. Mag ik u uitnodigen? Dankjewel. Leuk om jullie allemaal hier te zien. Het is voor mij ook leuk om terug te zijn. Het was deze zaal of die hiernaast, dat heette toen nog EI, dat ik begon met inleidingen tot het recht van professor Witteveen, die helaas ons ontvallen is. Wel mooi dat er een zaal naar hem vernoemd is, dat verdient hij zeker. En ik zat eerlijk gezegd wel achterin. De eerste 2 weken. Daarna zat ik niet meer in de zaal. Maar het is toch goed gekomen uiteindelijk. En ik ben ook blij dat ik hier weer een gastcollege mag geven. En ik begon toen ook met Europees recht. En ik eindigde, zoals jullie al hoorden, bij internationaal recht en oorlogsrecht. Nou, het gastcollege vandaag gaat alleen maar over Europese kanten. En we doen er juist ook alles aan om te voorkomen dat het in metaforische zin oorlog wordt tussen de lidstaten. En daar, dat is hard werk. Wat jullie net zagen, dat was eigenlijk een soort promo-campagne, de sales pitch. Ons reclamespotje, wat je eigenlijk liefst wil als Nederland. Maar dat hebben we gemaakt vlak voor het voorzitterschap. En dat lieten andere landen ook meteen wel weten dat het serieus was. Maar voordat ik het over het beleid ga praten en hoe we dat met die landen hebben besproken en uiteindelijk kwamen tot waar we nu staan. Je zag het ook al even in beeld, maar het gaat heel snel over aantallen en beleid en hele abstracte dingen. Maar het gaat natuurlijk wel over mensen. En uiteindelijk begint het ermee dat er ergens een oorlog is, waardoor mensen gaan vluchten en op de vlucht slaan. En de vraag is, wat moet je daarmee? Hou je die tegen en zeg je, joh, het is in jouw land oorlog, zoek het lekker zelf uit. Ik weet niet wie dat zou steunen hier. Ik heb het niet heel neutraal geformuleerd, maar gelukkig niemand. Dus is de vraag, ja, hebben wij de plicht om vluchtelingen te helpen? Ik zie wel mensen knikken. Zijn er ook mensen die zeggen, die plicht hebben we helemaal niet? Mag ook hoor. Ik bedoel, er zijn genoeg filosofen die dat ook zouden verdedigen. Maar dan is de vraag natuurlijk, hebben we de plicht om al die mensen in Europa te helpen? Vindt iedereen dat ook? Ik zie veel mensen knikken. Ik ga nou met vingers werken, anders kom ik er niet meer uit. Maar moeten we dan ook iedereen in Nederland helpen?
Wie vindt dat? Ook een realisme hier vandaag. Of ik stel gewoon de vraag andersom. Moeten we ook mensen buiten houden die eigenlijk geholpen moeten worden? Nee, toch niet. Dus dan heb je een dilemma. Eigenlijk wil je, en waarom moeten we eigenlijk die mensen helpen? Even fijn dat jullie het vinden dat het moet, maar waarom eigenlijk? Omdat we zelf mensen zijn. Nou, dat vind ik al een fijn antwoord. Want als het alleen maar is omdat het in een verdrag staat, nou, dan kunnen we ook aanpassen. Dus het is meer een soort menselijke plicht, een morele plicht. Nou, oké. Maar dan kom je op de praktische uitvoerbaarheid ervan. Want er zijn echte vluchtelingen, zijn er een paar miljoen. En dan heb je ook nog een hoop mensen die van zichzelf eigenlijk vinden dat ze alle reden hebben om niet meer te willen zijn waar ze wonen. Maar die niet verdragsrechtelijk vluchteling zijn. Nou, daar telt er nog een paar miljoen bij op. Dus dat wordt wel lastig als we dat allemaal in Nederland ook zouden vormgeven. Dus daar loop je praktisch ergens tegenaan. En aan de andere kant is het ook onze plicht om onze samenleving te beschermen. En hoe moeten we die dan beschermen? Is het alleen maar tegen mensen die de wet overtreden? Of zit er ook een culturele component aan? De tweede, waarom? Ja, dus ja, ik zeg als het nou, even los van professor Le Saffre, maar als het nou Belgen zijn die na een wateroverstroming moeten komen, dan is dat makkelijker dan wanneer het Syriërs zijn uit een ander deel van de wereld. Ja, ja. Nee, dat klopt. Dus het, ja, dat zijn allemaal vragen waar je mee te maken hebt. Dus ja, die plichten die je hebt de plicht om anderen te helpen, zo voel ik het zelf ook. En je hebt ook de plicht om die samenleving wel daar in ieder geval oog voor te hebben voor de grenzen wat je aan kunt. Als iemand zegt, kunnen jullie 100.000 mensen opnemen? Nou, kunnen wij 100.000 mensen opnemen? Ja? Kan dat in een jaar ook? Ja. Ja, een miljoen uit België. Die gingen terug, ja. Nou, formeel gezien, op papier zeggen wij dat nu ook tegen Syriërs. 5 jaar mag je blijven. Als het dan binnen 5 jaar vrede is, dan moet je terug. Wie zou daar zijn geld op zetten dat het binnen 5 jaar daar weer heel erg vredig is? Ja, precies. Dus dat maakt het lastig. Je weet niet of mensen teruggaan. Dat zo is het ooit wel bedacht. Het is tijdelijk, je vangt mensen op, dan is het voorbij. Vaak na een ramp en dan kunnen mensen weer terug. Dat werkt nu anders. Want ja, los van het feit dat je gevlucht bent, je hebt het hier niet slecht dan. Met een miljoen die we toen opvingen, hoe we dat toen deden. Ik denk niet dat er toen de minister allerlei burgemeesters ging bellen of er nog wel genoeg bedden en onderdak waren. Dus de opvang, wij stellen er ook eisen aan. Ik kan makkelijk 100.000 mensen opvangen als ik ergens een oud verlaten vliegveld mag pakken van jullie en dan een hek eromheen zet en tegen die mensen zeg, nou, zolang je binnen het hek blijft, is het allemaal prima. Maar wie van jullie zou dat een fatsoenlijke manier van opvang vinden? Ik ben toch meer politicus geworden dan docent. Ik stel alleen maar suggestieve vragen. Maar ja, het is toch zo. Dus ja, dan zie je, je moet toch ergens een balans vinden en dan die grens bewaken. Nou, dan zijn er ook mensen die zeggen, ja, je moet je land beschermen, je bewaakt gewoon je grens. Ja, punt. Klaar. Dan kan er ook niemand binnen. Op zich, traditioneel gezien, een vrij gezond statement. Zo hebben staten het eeuwenlang gedaan. Je hebt een grens en dan mag je niet overheen, tenzij je toestemming hebt. En als je het zonder toestemming doet, ja, dan staat er een grenswachter en die is bewapend en die is getraind en die gebruikt dan zijn wapens ook. Dus je kunt het 1 keer proberen. Zo werkt het niet meer. En ik was ook in Griekenland. Dan zie je dit. Dit is geen sketch van Monty Python trouwens. Dit is een heel klein Grieks eiland met 0 inwoners en 40 militairen, waarvan er 1 medisch getraind is, die soms op een dag 600 vluchtelingen op dat eiland zagen komen. Die kust is nou opgeruimd, maar wat je daarachter ziet, dat lag bezaaid met oranje zwemwesten. En dit was de man hier rechts in beeld. Die legde ons uit wat daar gebeurde. We zaten ook op zo'n bankje, ze hadden echt hun best gedaan. En die man, ik denk dat de sergeant is zo, dat is postuur te zien. Die wees steeds aan waar hij het over had. Maar op dat eiland, op je telefoon, heb je gewoon Turks netwerk. Dat ligt daar dichtbij. En als je een andere kust ziet, dan is het of een eiland of Turkije. Maar niet het Griekse vasteland.
En ik vloog daar zo overheen. De Grieken hadden het allemaal netjes geregeld met defensie en helikopter. En ik kon niet veel praten, want dat was te veel herrie. Maar je ziet dan al die eilandjes. Nou, toen dachten we, van hieruit denken, ja, die Grieken die moeten verdomme gewoon hun eilanden bewaken. En hoe moeilijk kan het zijn? Nou, dan vloog ik daar overheen, met het hoofd van de marechaussee. En wij keken naar beneden en dachten, ja, als je ons al deze eilanden geeft, dan lukt het ons ook niet. Dat is gewoon niet te doen. Je kunt niet al die kustlijnen bewaken. Dat gaat niet. Dus dat is al één praktische component. Je zegt, ja, we moeten de grenzen bewaken. Nou, dan kun je nog zeggen, bewaak dan de Nederlandse grenzen. En laat die Grieken er gewoon mee zitten. Dat kan. Het kan ook wel. Je moet heel veel containers neerzetten. En als er een aanslag zou zijn in de buurt, zouden we het ook doen. Zouden we heel snel alle grenzen intensief bewaken. Maar ja, dat is economisch ook niet echt prettig. Dus je kunt heel principieel zeggen, ik wil niemand die geen Nederlander is er extra bij. Maar dan moet je dan ook je welvaartsprijs voor willen betalen. Los van je morele, dat je dat ook nog moet verantwoorden aan jezelf. Maar als ik het alleen praktisch bekijk, is dat ook makkelijk gezegd. Moeilijk uitvoerbaar, om het zacht uit te drukken. Nou, dan gaan we het toch gewoon opvangen. Vooral in het najaar. Er staan 10.000 mensen, 4.000 per week. Hoe gaan we dat doen? Kunnen we die bedden regelen? Nou, die bedden konden we nog wel regelen. Hè? 100.000 werd hier ambitieus gezegd, dus nog een stuk meer. Die had ik echt niet kunnen regelen. Maar ja, dan, de rechter heeft al gezegd, die mensen gaan niet zomaar terug. En kunnen we 100.000 mensen in onze samenleving opnemen? Nou, over 5 jaar verspreid misschien wel. Of in 1 jaar, maar dan 5 jaar niks. Of de Zweden hadden er 107.000 binnen, is een kleiner land. Die hebben tot het laatste moment gezegd, we nemen nooit maatregelen. Dat kunnen we echt niet doen. Ja, en hebben er uiteindelijk een hele harde noodrem op moeten zetten. Het ging gewoon niet meer. 107.000 mensen, die moeten allemaal nog in een proces. Het leven van die mensen staat ook 3 jaar stil. En daarna moeten ze nog een plek zien te vinden in de samenleving. Dat wordt ook een flinke klus. Dus ja, kun je daar... Het is een beetje kwaliteit of kwantiteit. Je kunt makkelijk 100.000 mensen opvangen als je er niks mee doet. Gewoon laat zitten, wachten, eten geven totdat het vrede is. Het is niet echt, klinkt niet heel menselijk. Dus wat wij willen doen is mensen ook opvangen in de samenleving. Ja, dan wordt het wel lastig qua aantallen. Want we willen ze een fatsoenlijk bestaan geven. Dan heb je ook nog de vraag vanaf welke kant we beginnen te kijken. Als je van de ellende in de regio uitgaat, dan is er eigenlijk geen grens. Dan kom je weer... Het zit een beetje heen en weer, dan kom je weer terug op, ja, ik moet toch echt iedereen helpen. Maakt me niet uit, praktische onzin, burgemeestersbedden, protestacties, dit kun je niet laten gebeuren. Nou, als we die mensen opvangen, dan gebeurt het daar nog steeds. Dus dat is natuurlijk wel een probleem. Maar dan, die mensen die hebben er ook niet om gevraagd en we zouden zelf in hun situatie ook hulp willen hebben. Dus eigenlijk vanuit die redenering is het heel erg simpel. Het is wel gedoe voor ons, het is lastig en het is duur, maar we hebben geld, dus dat kunnen we doen. Maar ergens, want ik ken ook niemand ergens in Nederland, ook met protesten niet hoor, die dan bij dit beeld of ergere beelden, vandaag nog, dit valt nog mee, maar die dan zegt, nee, laat ze maar rotten. Dat doet niemand. Ook de mensen niet die heel hard zijn te schreeuwen protestavonden. Dus ergens onderweg verandert iemand van een arme ziel die we moeten helpen in een last. Want je kunt wel zeggen, nou de eerste 20.000 kunnen we makkelijk aan, of de eerste 50 of 100, net welk getal je zelf nou in je hoofd hebt. Maar er is er altijd één meer, die dan ook, waar we toch beginnen dat het wringt. Dat is ook een individu, dat is er ook gewoon één. Die is niet als 100.000 gekomen, die is als 1 gekomen. En toch gaan we ergens zeggen, ja sorry, we kunnen dit niet meer hier doen. Want dat is wel wat het praktisch eigenlijk op neerkomt. En dan heb je ook nog een probleem dat mensen, ja wij kunnen het wel bedenken. Het klinkt allemaal heel humaan, we hebben samenleving, noemen we iedereen... Even een vergelijking, Nederland doet er 20.000 en Duitsland doet er 200.000. En nou, heel Europa doet er dan 1 miljoen, ik noem maar even iets, hè, over een paar jaar verspreid. De Britten niet, die doen er 20.000 in 4 jaar. Canadezen zijn echte helden, want die zouden nergens last van hoeven hebben. Die vliegen zelf mensen over. Hè. Naar Canada daar komt niemand spontaan aan. Dat is nou eenmaal zo. Dus die zijn de held als ze 20.000 mensen in een jaar opnemen. En als ik hier bij 58.000 een beetje moeilijk begin te kijken, ja, dan ben je een barbaar. Dus het is wel waar je omstandigheden zijn. Het is makkelijker om tegen 20.000 mensen te zeggen, je mag komen. Want die 20.000 eerste, die kom je niet tegen. Het is moeilijker om tegen de 20.000 eerste die gewoon aanklopt in Ter Apel te zeggen, ja sorry, we zitten dit jaar aan de max. Misschien zijn er nog andere landen in Europa.
We hebben ook heel, in beleid klopt alles, hè, want we hebben heel net onderscheid. Want van die 58.000 zijn niet allemaal vluchtelingen. Dus zeggen we, hebben een procedure voor. Die zou normaal 8 dagen duren, maar die is niet berekend op zoveel mensen tegelijk. En als je nee krijgt, dan is het, wat doen we met iemand die geen vluchteling is? Terugsturen, ja. Dus dan zeg je tegen iemand, u moet terug. Nou, wat zegt die persoon dan? Ja, precies. Wie breng je daarvoor mee? Nou, daar heb ik een hele dienst voor. Die brengen die persoon dan mee. Die kun je in een vliegtuig brengen en dan land je daar ergens in Afghanistan. En daar staat dan ook iemand. Hallo, wat komt u doen? Dit is een Afghaan en die heeft geen recht op asiel, want waar hij vandaan komt, is het niet onveilig genoeg. Ja, zegt die man, daar heb ik geen boodschap aan. Nou, dan heb je sommige landen nog waarvan je weet dat als je nou deze man even wat lokale munteenheid toeschuift, dat het dan wel lukt. Dat doen wij dan weer niet. Daar zijn we te netjes voor. We hebben ook keurig natuurlijk gezegd, ja, ga dan met die minister praten. Nou, doen we ook, tekenen we ook. Het is een keurige memorandum of understanding. Als er een ingezetene uit uw land naar ons komt en die heeft geen recht op asiel, dan brengen we hem terug, tuurlijk. Neemt u hem ook terug, tuurlijk. Ja, maar het probleem deze, ja, moeilijk. De stempel ontbreekt, weet ik niet. Er zijn ook gewoon landen die het al zeggen voordat je het vliegtuig stapt. Dat is iets goedkoper, maar het is hetzelfde probleem. Dus ja, terugkeer is, dat is een mooi principe. Op papier klopt het helemaal. Maar in de praktijk is het lastig. Als een land zijn ingezeten niet terugneemt, ja, dat weet die persoon ook wel. Dus die zegt dan van, doe ik niet, geen zin in. En dan kun je heel lang hier blijven. En dan kun je natuurlijk ook gewoon een gezin opbouwen. Want ja, wij zijn wel een land waarin we ook mensen die illegaal verblijf hebben, niet laten creperen. Zeker niet als ze kinderen hebben. En dan wordt het natuurlijk steeds moeilijker om je beleid, wat heel simpel is met uitzetting, om dat ook vorm te geven. Want iemand, ook al heeft hij geen recht op samenleving, kan wel onderdeel daarvan gaan worden. En kan wel het gevoel opleveren, waarom heeft deze persoon, waarom moeten we iemand die gisteren is binnengekomen die we nog niet kennen, heeft die wel recht en deze persoon niet. Dus dat zijn ook lastige zaken. Wat beleid makkelijk is, maar in de uitvoering nogal ingewikkeld. En ook, dat begint al veel eerder, want dit is aan het eind, na terugkeer. Maar ook de echte vluchteling, die vertrekt uit Syrië. Mijn overtuiging zegt dat die Syriërs die waren niet weggegaan als er geen oorlog was. Syrië was geen vrij land, maar het kan een stuk slechter, economisch gezien vooral. En je kon daar gewoon onderwijs hebben voor je kinderen, je kon daar een bestaan op bouwen. Die mensen waren niet gaan vertrekken als er geen oorlog was uitgebroken. Het is ook niet zo dat mensen dan als ze eenmaal toch op de vlucht gaan, dat is een grote stap, dat ze dan stoppen zodra ze veilig zijn. Dat is wel waar het ooit op, de Eerste Wereldoorlog, dat heb je wel dat principe, het verdrag ook. Mensen zijn onveilig, dan vluchten, zijn ze veilig, klaar. Ja, zo werkt het niet. Ik zou het ook niet doen. Ik heb geen gezin, maar als ik er een had, dan zou ik ook niet Syrië, Turkije. Ja, hier zit er al 2,5 miljoen van mijn landgenoten. Ik kan hier niet werken. De kinderen kunnen hier niet naar school. Ironisch genoeg kunnen mijn kinderen misschien illegaal wel werken. Dat wil ik ze helemaal niet aandoen. Ja, kan ook nog doorreizen. Nou, kom je in Griekenland. Ja. Ik heb ook net crisis gehad. 25% werkloosheid. Schiet ook niet echt op. De opfaciliteiten zijn hier ook niet helemaal fantastisch. Nou, Facebook zie ik. Een neef zit in Duitsland. De smokkelaar biedt het me aan. Het is gewoon net zoals een vakantie, een reisbureau. Ik zit er allemaal bij, wat je dan ook krijgt. Klopt niet altijd, maar het hele pakket. Een soort all-inclusive Nederland, onderdak, huisvesting, gezinshereniging, uitkering. Wordt allemaal verteld, weten ze allemaal. Dus die mensen die reizen door. Dan zijn ze nog steeds vluchteling, maar er zit ook een economisch motief in. Daar hadden we ons beleid en onze verdragen zijn er ook niet echt op berekend. Je ging nog uit van een soort vlucht en dankbaar zodra je veilig bent. Nou, het is heel menselijk dat niet werkt. Vooral niet in deze tijd waarin je ook heel makkelijk eigenlijk door kunt. Die smokkelroutes zijn ook goedkoper geworden. Net zoals onze reizen goedkoper zijn geworden. Omdat die mensen ook niet meer afhankelijk waren van hun informatie. Die konden het ook zien. Die konden ook horen van landgenoten die al door waren. Nou, maar die moet je niet in zee, maar die wel. In dit geval letterlijk. En de Turks-Griekse oversteek was ook heel klein. Dus je had gewoon botenfabriekjes. En dan werd er weer een bootje opgeblazen en dan kon je weer door. En in eerste instantie dachten wij als Europese landen ook van, nou, dit is echt fout. We moeten 2 dingen doen. We moeten onze reddingscapaciteit verdrievoudigen, hebben we ook gedaan. Meer mensen redden op die overtocht. En vertellen aan de overkant hoe erg het is. Want dat weten ze vast niet. Ik bedoel, ik weet niet wat jullie, als jullie ergens in een, dat wordt niet verteld, vliegen is heel erg veilig. Maar stel je voor dat je een maatschappij hebt en die zegt, we zijn goedkoper, inderdaad. Het is wel 2% kans op overlijden. Nou, dan zou je hier in de zaal, kunnen 200 mensen in, zou je denken, 4 mensen uit de zaal. Oh. Kijk, voor onze begrippen denk ik, ik weet niet, wie zou er dan in het vliegtuig stappen?
Nou, hier stapt in ieder geval niet in het vliegtuig. Nou, zou zo'n smokkelaar nooit zo zeggen. Die zal zeggen, je hebt 98% kans om het te halen. En het is ook nog zo dat het nooit 4 mensen uit 1 groep zijn. Dus of de hele groep, of niet. Dus het gaat 49 keer goed en 1 keer fout voor iedereen. Dus toen we daar informatie gingen verstrekken, zei je, ja, dat weten we wel. Dus dat was het niet. Drievoudiging van de inzet. Nou, hebben wij meer mensen gered sindsdien? Ja, we hebben veel meer mensen gered. Dus zijn er minder mensen omgekomen? Nee, die logica gaat niet op. We hebben nog meer mensen het geprobeerd, omdat de smokkelaar, omdat ze denken de afstand is kleiner. Ik hoef nou alleen maar de boot te halen. De smokkelaar denkt, de prijs kan omlaag. Er hoeft minder brandstof in die boot. Die boot hoeft ook niet meer zo heel goed te zijn als voorheen. Want als ze die grote boot maar halen, is het ook goed. En als de boot het al haalde en je dacht dan van, nou, misschien kunnen we terug, dan springen ze eruit, steken ze de boot letten. Dat is niet heel verstandig, want de reddingscapaciteit is beperkt. Dus je hebt en meer reddingscapaciteit, en meer mensen gered, en er zijn meer mensen omgekomen. Ja, dat is best een lastige manier om beleid te voeren. Mensen zijn onvoorspelbaar, ze gaan echt hun eigen gang en mensen gaan echt niet luisteren naar wat wij als landen willen en te zeggen hebben. Dus nou, dat is een beetje vooraf, ja, dat is niet mijn inleiding hoor, maar we komen al een end op gang. Ik zag je al moeilijk kijken. Maar dan komt het politieke toneel en dan komt het Europees voorzitterschap en dan heb je een beetje het idee hoe groot het probleem is. En hoe de eerste pogingen die we hadden, hoe die al gestrand waren. Je hebt 2015 in het voorjaar, kom je allemaal bij elkaar, was een oude klassieke Europese reflex. We hebben een probleem, dus we gaan dit samen oplossen. En we gaan eerst laten zien aan heel Europa, aan alle bevolkingen, dat we dit kunnen. Dat we het samen, dat we solidair zijn. Dat we die vluchtelingen die er zijn gaan verdelen. En dan gaan we daarna kijken hoe we echt oplossingen kunnen vinden. Nou, dat was niet zo, er waren 3 Europa's. Er was sowieso 1/3 had een probleem, niet heel Europa. 2 landen, Italië, Griekenland en die 5... waar mensen uiteindelijk niet meer doorheen reisden. Namelijk Duitsland, Zweden, Nederland, België, Oostenrijk. Waar mensen ook wilden blijven. Frankrijk, gek genoeg, voor deze had net zo'n hoge instroom als wij in absolute aantallen. Dan had je nog 1/3 landen die voelden wel met de Europese gedachten mee. En die vonden het heel lullig voor die andere 7. Maar die hadden op zich niet zo'n probleem. Dus die wilden best wel een oplossing, maar daar moest wel goed over nagedacht worden. En dan had je gewoon 1/3 die zei, dat is jullie probleem. Dan gaan we niet het onze maken. Jullie zeggen dat ze welkom zijn. Jullie zeggen wie schaffen das, wij niet. Van wat ons betreft zetten we het hek bij Griekenland neer. En dan zoeken ze daar maar uit. Wij hoeven die mensen niet op te vangen. Die passen niet in onze cultuur. Ik overdrijf nu niet. Dit wordt gewoon zo gezegd. Het is ook helemaal niet veilig. En de meeste, deze is vrij recent. Het land moeten jullie zelf maar bedenken. Die zei, wij hebben ook een verantwoordelijkheid. Want we hebben binnenkort de katholieke wereldjongerendagen. En dan moeten we veilig houden. Dus kunnen we geen migranten bij gebruiken. Dus ik heb daarna die man in de vergadering gevraagd of zijn overheid voortaan ook naar de andere woorden van de paus wilde luisteren als het om vluchtelingen gaat. Dus ik misschien daardoor wil laten inspireren. Ik heb nog geen reactie, maar ik heb hoop. Dus ja, we hadden een systeem waarin, het systeem sloeg ook eigenlijk nergens op. We hadden een Dublin systeem en Schengen en al die afspraken. En dat komt er eigenlijk op neer, als je binnenkomt in een land, is dat het verantwoordelijke land. Nou, dat is top voor Nederland, 100 vluchtelingen per jaar. Paar via havens, Schiphol. Je kunt Nederland niet bereiken, behalve via een vliegtuig of een boot, zonder door een ander land te komen dat onder die afspraken valt. Dus voor ons een topdeal op papier. Italië, Griekenland, iets minder. Dus wat was er al jaren aan de hand? We hadden al herverdeling, maar dat is informeel. Italië die deed af en toe gewoon zo, dan liepen er mensen door. Als het echt te veel werd, dan gingen wij terugduwen en dan zeiden we, dat is niet de bedoeling. Dan gingen we treinen controleren, stopten mensen, die stranden dan ertussen. Maar Italië en Griekenland hebben nooit met z'n tweeën de hele instroom voor zijn rekening hoeven te nemen. En we wisten allemaal dat het eigenlijk niet werkte. Maar in de praktijk werkte het wel. En ja, waarom zou je dan een drama gaan doen om nieuwe afspraken te maken als het allemaal wel zo loopt? Ja, totdat de instroom zo hoog is dat het niet meer werkt. En dat je, dat je niet meer kunt zeggen, nou, de regels leven we niet na en dat is goed voor ons. Dat werkt, dat is, hè, die 15.000 die dan alsnog via naar Nederland komen, kunnen we, je kunt moeilijk zeggen tegen Italië, Griekenland, die moet je ook allemaal terugnemen. Griekenland mocht het van de rechter al niet meer, want die rechter zei, die opvang daar is zo slecht, dan mag je mensen niet terugsturen. Dus die afspraken die lagen eigenlijk al aan diggelen. Als Nederland hadden we 2 hele grote redenen om hard te werken. Het voorzitterschap kwam eraan en wij waren een van die landen met een echt probleem. Niet alleen omdat er zoveel mensen binnen waren, omdat je weet
dat, dat je altijd een van die zeven favoriete landen zult zijn. En dat het gewoon is dat het pas Zweden pas op van nummer 1 afgaat op het moment dat het daar ja, echt onprettig wordt voor mensen. En dan Duitsland en dan domineert het zo een beetje verder. En we hadden altijd al een hele hoge instroom. Het heeft ook vaak te maken met familiebanden en dat soort zaken. Nou, toen hebben we dus langs de lijnen die jullie net al zagen wel een oplossingje uitgetekend. Maar ja, dat betekent niet dat iedereen het mee eens is. Ik noemde net al die drie groepen even grofweg ertussendoor. En dan heb je ook nog in ieder land het debat. Want ik zei al even weer Schaffendas, nou, dat heeft in Duitsland een behoorlijke discussie opgeleverd. We hadden een soortgelijke golfbeweging, maar die hebben we niet politiek zetje gegeven. Kijk, in het begin was het hier ook, hè, in Nederland. Die beelden, iedereen wilde helpen. BN'ers stelden een woning ter beschikking. Dus op tv dan, niet in het echt natuurlijk. We hadden er een heel arrangement voor bedacht, dat als ze dat echt wilden, dan kregen ze ook geld en zo. Dat heeft niemand gebruikt. Dus geen BN'er, vier andere mensen wel. In de Bible Belt. Maar de BN'ers op tv, die hebben hun ateliers bij nader inzien toch niet omgebouwd en zijn lekker blijven schilderen. Maar er was wel zo'n sentiment van, en nu gaan we allemaal zorgen dat dit goed komt. En we laten als Nederland zien, we helpen alleen maar. Nou, Duitsland had je dat ook. Daar dacht de politiek van, dat gaan we nog een zetje geven. Nou, toen het hier in Nederland was, zei ik, nou, dat is fijn dat het zo is, maar het slaat ook weer een keer om. Dus we moeten ons alvast voorbereiden op het feit dat het na 4 weken mensen, ook de mensen die willen helpen, ook vrijwilligers, echt van vluchtelingenwerk, die op een gegeven moment wel vragen, ja, maar gaat de stroom ook afnemen? Kunnen we nog een keer op adem komen? Kunnen we die mensen ook dadelijk, in plaats van alleen maar hallo, eten, bed en over 3 dagen weer naar een andere plek waar je hopelijk iets langer kunt blijven, gaan we die mensen ook nog fatsoenlijk kunnen behandelen? Ja, ook daar zag je wel dat het gedachte bekroop van ja, we kunnen van alles willen, maar het moet ook kunnen en in aantal een beetje behapbaar zijn. Nou, die discussie in Duitsland was nog harder en de Hongaarse discussie was ook heel hard, maar dan de andere kant op. Die zeiden, we willen die mensen helemaal niet. Dat vond ik niet zo'n sterk argument. Hun sterkste argument was, die mensen willen ook helemaal niet hier zijn. Want in Hongarije waren er 177.000 mensen binnengekomen dat jaar. Veel meer dan Nederland, riepen ze ook steeds. Ieder land had een sheet waarin hier zelf het zieligst uitkwam vanuit beleid gezien. Of het meest nobel, alleen vonden ze dat dan niet. Van die 177.000 zijn er 3400 ook daadwerkelijk in de procedure een besluit genomen. Waarvan er 505 mochten blijven in Hongarije. Dus zij zeggen 177.000 en ik zeg dan 58.000. En ik ben geen transitland. Maar het argument van hen was natuurlijk van ja, die mensen willen helemaal niet blijven. Wil je nu mensen gaan dwingen om in een land te zijn waar ze niet willen zijn? Het argument van ons en van Duitsland was, recht op veiligheid in Europa, in de EU, betekent niet dat je zelf kunt kiezen welke lidstaat dat is. Dus wij vonden het een Europees probleem en zij vonden het een nationaal probleem. Nou, als je het daar al niet over eens bent, dan wordt het nog lastiger over de oplossing te zoeken. Dus wat moet je dan doen als voorzitter? En ik ben wel blij dat Nederland, dat het parlement daar eerlijk gezegd ook de ruimte voor gaf. Want je kunt ook iedere week komen uitleggen met wie je nou weer hebt zitten praten en of je daar wel het Nederlands standpunt gehamerd hebt. Je moet dan wel luisteren naar anderen. Je moet wel met Hongarije en later ook Polen, want dat heb je ook, dat is een verkiezing. Heb je net een collega, heb je net een band mee opgebouwd, denk je, nou, die kan wel aan deze oplossing mee gaan werken. Kan die thuis moeilijk verkopen, maar kan wel lukken. Hebben ze een verkiezing, komt er een nieuwe collega. En dan denk je weemoedig terug in de vorige die bij nader inzien toch nog behoorlijk constructief bleek. Nou, dat heb je ook nog. Dus je moet met die landen gaan praten. Je moet eerst snappen wat ze denken en wat hun probleem is en dan kun je pas. Dan moet je vervolgens naar de ander en dan moet je dan ook vragen of die het probleem ook even wil zien door de ogen van degene waar je net geweest bent. En toen kwamen we eigenlijk op het probleem uit dat de hele discussie over wel of niet herverdelen, dat de grootste rekenfout in die oude plannen was dat het een open einde systeem was. Landen zeiden alleen maar, jullie moeten zoveel % van de vluchtelingenstroom opnemen tegen een ander land. Maar ja, 5% van 100.000 maakt nogal wat uit. Of het van 100.000 is of 5% van 1 miljoen. Maar daar was niks in geregeld. Dus we zagen als je die solidariteit binnen de Europese landen, dat kan alleen maar als je ook het andere probleem benadert. Namelijk dat je ook, hoe graag je het ook wil, er gewoon een beperking zit aan capaciteit, aan wat je aan kunt als samenleving. Nou, toen we die dus eenmaal samen hadden getrechterd, dat was voor ons niet zo moeilijk als Nederlands kabinet, want we hadden dat in de coalitie op dezelfde manier moeten doen.
Als je kijkt naar wat willen landen nu wel, waar zijn ze wel toe bereid, in plaats van wat willen ze niet, dan kom je toch een heel eind. En dan kom je ook echt wel op verbeteringen. Het punt is dan wel natuurlijk dat je ook nog een Europees juridisch kader hebt waar het binnen moet passen. Want als je dat eerst ook aan moet passen, dan ben je 3 jaar verder. Dus daar hebben we gelukkig hele goede juristen voor, ook op de departementen die ergens zagen dat als je nu in de conclusie van de Raad van Ministers deze inkleuring aanneemt van een vrij obscuur artikel uit de richtlijn, of dan kunnen we weer een stap verder. En zo ben je iedere keer aan het breien, dat je collega's ook denken, waarom zit die Nederlander te zeveren over conclusie 16? Waarom moet dat er per se in? En dan zegt een land, dat wil ik niet, en dan moet je er heen vliegen. En, nou, uiteindelijk moet je dat ook nog, het juridische handwerk moet je daarbij niet onderschatten. Nou, dat start van het voorzitterschap in Amsterdam, daar knettert het behoorlijk. Dat moet je dan ook uitlokken, want als allerlei dingen onbesproken blijven en onderhuids blijven, op de foto's is iedereen altijd vrolijk en vriendelijk. Dat is geen enkel probleem. Het zijn ook allemaal aardige mensen en professionals. En het risico is dat het allemaal aardig en professioneel blijft. En dan kom je iedere vergadering, dan kom je gewoon nergens. Dus we hadden hier een lunch georganiseerd, informeel. Mocht ook lang duren, in Amsterdam, marineterrein, mooie atmosfeer. Wel van tevoren gezorgd dat er, dan moet je wel een land bellen en zeggen, jij vindt dit, ga je dat alsjeblieft dan ook zeggen. En een ander land, waarschijnlijk gaat land X dat zeggen en ik weet dat jij daar een probleem mee hebt, dan moet je daar ook op reageren. En zo moet je wel een beetje zorgen dat het loskomt. En dan aan het eind van zo'n lunch, dan zit iedereen te kijken en dan kijken ze weer naar het voorzitterschap en zeggen, nou veel succes hè. Maar goed, het was wel nodig, want het was, als je pas weet van elkaar waar iedereen staat en waar het echte probleem zit, dan kun je ook pas oplossingen bouwen. En dan is het dus weer veel extra overleggen, veel vliegen. En dan beginnen er contouren te ontstaan van een oplossing. Betere grensbewaking. Stoppen van doorwuiven. Als iemand binnenkomt is het pas een probleem als hij niet meer naar buiten gaat. Dat is natuurlijk op heel veel landen op de route wel het probleem. Dit is het Slovaakse collega overigens. Een hele aardige man. Er is wel een rechtszaak aangespannen tegen het gekwalificeerd meerderheidsbesluit voor relocatie. Dus het moeten overnemen van mensen. Blijft een hele aardige man. Het maakt het wel iets lastiger werken. Mijn zoete ironische troost is dat over een dag of 14 hij voorzitter wordt. En dan zie je ook langzaam dat die al een maand ook zo'n land denken van ja, we kunnen niet meer alles blijven blokkeren. Dus het helpt juist wel, want zij worden nu ook gedwongen ook om met oplossingen te komen en aan oplossingen mee te denken. Dus dat is wel, aan de ene kant is jammer, 6 maanden zijn zo om. En je zou natuurlijk nog langer de boel het zuur in handen willen hebben. Maar het is nu juist heel erg goed dat een land uit de hoek, die toch wat moeite hebben met de oplossingen, de herverdelingskant te accepteren, dat die nu juist moeten zorgen dat het de goede kant op blijft gaan. Dan heb je natuurlijk die grenssluitingen ook nog gehad, Oostenrijk, waarvan Duitsland dan zei, foei, mag je niet doen Oostenrijk, die grens zomaar sluiten. Terwijl we hebben dat niet zo hard geroepen, want het zorgde wel voor dat er oplossingen geforceerd werden. We waren bezig met, we hadden al heel lang een idee met Turkije afspraken te maken in Griekenland. Maar ja, Griekenland en Turkije zijn ook niet al eeuwenlang vriendelijke buren. En dan heb je daar ook nog zoiets dat heet non-confirmed borders. Dan zijn ze gewoon niet eens van wie welk eiland is. Dat zijn nog kleinere eilanden dan die je straks zag. Dat ligt dus heel gevoelig. Maar ja, op het moment dat Oostenrijk het deed en Slovenië en Kroatië en Servië en Macedonië vooral. Ja, toen wisten de Grieken ook of we gaan nu aan een oplossing meewerken. Of we hebben dadelijk hier echt een enorm probleem. Dus het forceerde wel, het was wel nodig eerlijk gezegd. Het was niet, het kon binnen het juridisch kader. Ook daar hadden we dan, niet te lang uit, maar daar hadden we dan voor gezorgd. Maar het zorgde wel, het forceert wel een oplossing. Dus soms dan is dat nodig om te komen dat iedereen weer mee gaat werken. Nou, het laatste punt, Turkije. Ja, Turkije, moeilijk land. Daar hebben we nog een deal mee ook. Ik ben daar heel erg blij mee. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen, je moet het oplossen zonder Turkije. Ja, dan denk ik, hoe kun je nou je grens bewaken zonder aan de andere kant van de grens een goede afspraak te hebben? We hebben daar zeegrenzen, die zijn militair strategisch briljant. Probeer er maar binnen te komen, lukt het niet? Ja, dat is dan pech, hè? Maar je kunt de vijand in een oorlogstijd, vinden wij al humanitair gezien geloof ik niet meer dat je die mag laten verdrinken. Maar daar zou je nog een pleidooi voor kunnen bedenken, maar niet de vluchteling of migrant.
Dus hoe kun je nu je eigen grenzen bewaken als je geen afspraken maakt met degene aan de andere kant van die grens? En Turkije, dat kan nog een stuk moeilijker worden om het met andere landen te doen. Dit is de Griekse collega trouwens. Die man die het zou voor zijn gezondheid ook erg goed zijn als we permanente oplossingen konden vinden. Want die man ligt echt van alle kanten onder vuur. Europese landen zeggen tegen nu, je moet sneller. Nou, Griekenland is niet een geoliede bureaucratische machine zoals Nederland het heeft met uitvoering. Europa Starks kan toch niet. Dus daar hebben we ook heel veel tijd in gestoken in de uitvoering. Er zitten ook mensen van ons bij om te zorgen, om dat te helpen. Maar uiteindelijk moet een land het zelf doen. Het is een man van een hele, hele linkse partij. En de maatregelen die hij moet nemen, die komen niet uit het verkiezingsprogramma. Maar zijn wel noodzakelijk. Hij is arts, zo benadert hij het ook. Hij zegt dan, ik vind het niet prettig dat je last hebt van je blinde darm. Ik zou willen dat je het niet had, maar ik moet nu wel constateren dat het beter is te opereren. Zo benadert hij het ook zelf als probleem. En dat geeft wel, het is fijn dat we eensgezinder zijn, maar als je je verplaatst in een ander, dan kan het ook wel soms ingewikkeld zijn. Nou, waar zijn we dan nu? We werken nog tot de laatste dag door met het voorzitterschap. We hebben nog de grens- en kustwacht, die willen we dat die er echt komt, want grens bewaken is wel handig als je daar dan ook een organisatie voor hebt en dat er ook mensen geleverd worden die dat kunnen doen. Effectievere terugkeren, het probleem waar we eerst over hadden, daar moet je gewoon als Europa één vuist maken met zo'n land en zeggen, we hebben goede relaties, economische banden. Ja, daar hoort wel dit bij, anders hebben we een ander gesprek. En de Middellandse Zeeroute natuurlijk, die begint nu, die is niet drukker dan vorig jaar, wel net zo druk. We hebben er wel meer aandacht voor, omdat het Griekenland-Turkije het aantal verdrinkingen naar nul gereduceerd is, zodat er bijna niemand meer oversteekt. Dus we zijn er nog lang niet, maar we hebben wel de politieke loopgraven zijn verlaten. We hebben contouren van iets van een Europese oplossing, een nieuwe benadering, eerder te bespreken met de landen in de regio. Niet pas het ze daar laten uitzoeken totdat mensen naar Europa komen. Dat is ook veel beter voor de mensen die daar opgevangen worden. We zorgen dat ze daar toegang krijgen tot werk. Dat ze daar onderwijs krijgen, dat de faciliteiten waar ze in verblijven beter zijn. En zo proberen we uiteindelijk iets te vinden waarin we bijdragen aan de opvang en de veiligheid voor vluchtelingen. Op een manier die ook rekening houdt met onze eigen dierbare samenlevingen en de grenzen daaraan. Dank u wel. Dank u wel, staatssecretaris, voor het uiteenzetten van een heftige 5 maanden, zou ik zeggen. Maar ook een afgelopen jaar natuurlijk, sinds u aantreden als staatssecretaris. We gaan snel naar vragen. Ik begin met de eerste vraag. U had een fascinerend tussenzinnetje over, eigenlijk is zo'n deal die je als kabinet sluit. Hè. We zijn een coalitieland met altijd partijen die niet genoeg zetels hebben om zelf aan de macht te zijn. Veel Europese landen hebben dat wel. Hè, dus ze hebben wel één partij in de regering. Dus dat maakt Nederland ook een beetje geschikt eigenlijk voor coalitiesmeden op Europees Unieniveau. Kunt u iets aangeven hoe u kleurt? Ook op portefeuille, hoe dat nou, dat de voorzitterschap van Nederland zich anders kleurt dan de voorzitterschappen van de afgelopen twee die u heeft meegemaakt? Kijk, wat Nederland natuurlijk daarnaast nog heeft, naast dat je in eigen huis het al heel helpt als je probeert te verplaatsen in het standpunt van een ander en niet alleen het standpunt, maar ook wat er allemaal achter zit. Want als je dat ziet, kun je kijken of in wat erachter zit grond zit om tot elkaar te komen. Die standpunten zelf, ja. Als die in elkaar klikte, dan was het niet zoveel werk. Dus dat helpt. Maar daarnaast wat Nederland heeft, en dat is, we zijn behoorlijk capabel als land. Ons ambtelijk apparaat is professioneel. Als je een veel kleiner land bent, of een land waarin het dan in opbouw is, of waarin het toch meer is dat als een nieuwe partij in de macht komt, de helft van de ambtenaren ook van baan wisselt. Dat veel meer partijgelieerd is dan in Nederland, waar het gewoon professionals zijn met hun eigen expertise. Dan helpt het aan de ene kant om ons als politici betere oplossingen, suggesties aan te dragen. Volgens als wij iets verzinnen ook te checken, kan het en hoe kan het. Maar het helpt ook om met hun collega's in andere landen te werken. Dus dat professionele ambtelijk apparaat, dat is echt wel een heel groot verschil met sommige andere lidstaten. En daarmee kun je echt veel effectiever zijn. Oké, het is een beetje gek om van jezelf te zeggen, maar kunt u een voorbeeld geven waarin je toch dat verschil ook echt ziet? Hè? Dat apparaat wat we hebben, dat we op die manier georganiseerd zijn, dat het echt ook in de Europese discussie de afgelopen 6 maanden... Wat je wel ziet is dat, neem Turkije, Griekenland, daar moet al heel veel gebeuren op operationeel niveau. Dan kun je niet één keer in de 6 weken als ministers weer een verklaring aannemen dat je vindt dat het nou echt beter moet. En het Brusselse systeem is heel erg gericht op het besluiten nemen, maar de implementatie is een zwak puntje. Nou, als je in Brussel een besluit neemt, zegt tegen Nederland voer het uit, of tegen Duitsland, Frankrijk, dan komt dat
vanzelf. Behalve als een lidstaat er eigenlijk niet zo zin in heeft, maar dat is de keuze. Ja, in een land als Griekenland en ook in afspraken met Turkije, daar liggen veel meer gevoeligheden in. Nou, een heel groot land is ook professioneel, maar is meteen bedreigend. Je kunt als Duitser niet rustig een kamer binnenlopen. Kun je wel rustig doen, maar je bent wel Duitsland. Er komt wel een heel groot blok binnen. En dat straalt toch af. Als Nederland hang je er net tussen. Je wordt serieus genomen, je bent geen bedreiging. Als ze willen kunnen ze ook tegen je zeggen, ja, we hebben genoeg, hoef je er niet meer bij. Ja, dan kunnen wij wel zeggen dat we het niet leuk vinden, maar heel veel indruk maakt dat niet. Niet zoals als Duitsland het zou zijn. En je ziet nu ook dat nu het voorzitterschap afloopt, ook op dat soort, in dat soort gezelschappen soms gevraagd wordt aan onze mensen, blijf gewoon lid, deel uitmaken van het clubje, ook al ben je geen voorzitter meer. Dus dat is wel een teken daarvan. Ja, interessant. Ja, dat is toch niet wat je altijd meekrijgt als je het journaal volgt. Wie wil de eerste vraag stellen vanuit de zaal? Nou, niet allemaal tegelijkertijd. Hiervoor. Kun je even nemen om... Ik had een vraag over het feit, het is heel mooi om te horen hoe de Nederlandse regering, hoe het kabinet denkt over dit probleem. Maar raakt u nooit in een spagaat door wat het Nederlandse beleid of wat het Nederlands publieke debat zou willen en wat u af en toe moest uitdragen als voorzitter? Want het is uiteindelijk compromissen sluiten, dus u moest het soms denk ik hoger inzetten om in het midden te eindigen. Dus raakt u dan nooit tussen, ja, in een spagaat tussen wat u moest uitdragen voor het kabinet en als voorzitter? Ja, dat risico heb je wel. Zeker als je een voorzitterschap hebt wat vrij dienend is en de agenda volgt. We zaten er wel heel erg bovenop, vooral op dit dossier. Dus dan kun je natuurlijk al eerder een beetje meesturen om te zorgen dat dingen die het parlement echt niet trekt, om die ook te zorgen dat niet gebeurt. En wat ik eerder zei, ook in Nederland op dit onderwerp was de Tweede Kamer ook wel heel erg bewust van die rol. En we hebben ook in de maanden voor het voorzitterschap ook wel met de Kamer ook gesproken en ook briefjes gegeven en ook gezegd, ja, straks, ja, de honest broker heet dat dan, ja, dat is je rol. En ik denk dat de Kamer dan ook met dat oor wel geluisterd heeft. We hebben ook niet heel, ik kan me niet herinneren dat ik echt dingen heb gezegd van, ik denk, nou, dat zou ik als land niet zeggen. Je zegt wat algemeen, je zegt er meer dingen bij misschien, als voorzitter. Maar ik denk dat heel Nederland, of het politieke deel in ieder geval wel, bewust was, oké, we zijn nu voor, niet alleen het kabinet is nu voorzitter, maar we wel. De Kamer heeft ook zelf veel activiteiten georganiseerd, de parlementariërs uit het Europese parlement of uit andere landen. Dus je zag wel op het hele Binnenhof wel dat gevoel er was. En dat maakt het wel natuurlijk wat makkelijker als iedereen snapt dat nou eenmaal 6 maanden onze taak is, waar je heel veel voordeel aan hebt. Maar ook een paar keer, ja, je kunt iets minder uitgesproken zijn in het openbaar. Het voordeel is natuurlijk, het nadeel straks weer is, dat je misschien heel luid erin moet, maar ook een compromis moet sluiten. Ben je niet de voorzitter, maar dan komt er ook een compromis uit. Dan moet je ook uitleggen hoe het zit. Interessant. En als het gaat over die honest broker, het is, u noemde een paar landen die altijd niet helemaal makkelijk met het dossier omgaan of wat de harde beleid op willen voeren. Nederland is ook zelf belanghebbende als een van de landen waar relatief veel vluchtelingen bij uitkomen. Zat daar nog een spanning op van hoe dat ze ook zeiden van ja, maar jullie zijn zelf belanghebbende, dus honest broker... Ja, nou ja, kijk, ze weten dat wij, als het gaat om het Europese asielsysteem, voorstander zijn van het meest vergaande. Iedereen die in Europa asiel aanvraagt, maakt niet uit waar je dat doet. Maar het feit dat je in Nederland aanvraagt, betekent niet dat de kans groter is dat je ook in Nederland bescherming krijgt. En dan, nou ja, zegt de computer bij wijze van spreken welk het systeem zegt. Nou, gefeliciteerd, u bent echt vluchteling. Estland is uw plaats van bestemming. Of Polen, of Nederland, of Duitsland, maar net hoe het eruit rolt. Landen weten dat van ons. Dat is ook duidelijk ons standpunt. Maar we vinden ook dat er afspraken gemaakt moeten worden met de regio. En dat het basisprincipe zou moeten zijn dat je pas naar Europa kunt als je toestemming hebt. Dat hervestiging het voornaamste principe is. Dat hielp dus ook dat in het najaar de coalitie en het kabinet samen dat standpunt konden maken. En dat we ook kabinetsbrief, die hebben we ook laten vertalen toen al. Dus mensen wisten dat we oog hadden voor beide. En dat we dat is dan, ja, mazzel niet zozeer, want je bent natuurlijk zelf bij. Maar het helpt wel als je positie van je kabinet ook al voor beide oog heeft. Maar die hebben we wel toen heel actief ook naar buiten gebracht, zodat iedereen van tevoren wist hoe Nederland erin stond. Dat hoefde dus ook niet als voorzitter iedere keer te herhalen, dat wisten ze. Dus ze wisten ook wat onze voorkeur was. Maar ik denk doordat juist daar heel open over te zijn, kun je juist wel die honest broker zijn, want dan heb je in ieder geval niet dat mensen denken, ja, doen ze dit nu om tot een oplossing te komen of omdat ze het stiekem zelf willen. Daar was dan niks stiekem aan. Nee, inderdaad.
Wie nog meer vragen aan de staatssecretaris op basis van wat allemaal voorbij is gekomen? Vrij urgent en actueel onderwerp, zou ik zeggen. Ja. Vreest u ervoor als een land als Hongarije zo meteen voorzitter wordt? Nou, dat gelukkig hebben we een schema, dus dat zit er de komende tijd nog niet in. Ja, kijk, voor Hongarije zou het ook interessant zijn. Kijk, die landen die zeggen niet van, ja, dit Europa, we willen eruit. De eerste volgende, eerst met Slowakije, dan Malta en dan hopelijk de Britten. Dat moeten we nog even... Ze staan wel op de planning. Ik hoop ook echt dat gewoon allemaal doorgaat. Voor die landen is het... Ja, zullen wat meer werk moeten doen om hun werk als voorzitter in balans te krijgen met wat ze thuis vertellen. Kijk, daar, wat ik over de Slowaken zei, ja, je ziet wel dat die nu nadenken van hoe kunnen we toch een succes maken. Je wil gewoon als land niet falen of een half jaar niks doen of dat er eigenlijk iedere keer om je heen gewerkt moet worden. Want ze hebben er wel een duidelijke mening over. Ze brengen die, Dus je ziet wel een land als dat voorzitterschap nadert wel... Ja, wel een andere houding aannemen en ook op zoek naar de ruimte om tot een oplossing te komen die ook thuis nog geaccepteerd wordt. Dus kan je heel positief werken juist als ze die verantwoordelijkheid moeten dragen. Ja, en Hongarije zelf, het is ook heel dubbel, want dat is altijd een beetje het probleem met retoriek en met daden. Op het moment dat je daden hoort van een regering of woorden hoort van een regering waar je echt totaal niet mee eens bent, dan ben je eigenlijk negatief en dan bouwen ze een hek en dan is de neiging misschien om te zeggen, ja, schande. Maar ja, Hongarije heeft een Schengen buitengrens. We hebben hen een verdragsverplichting opgelegd om een Schengen buitengrens te bewaken. We hebben zelf met Europees geld een hek gebouwd tussen bij het Griekse vasteland en Turkije. En Hongarije deed het in ieder geval nog van zijn eigen geld. Ze moeten natuurlijk wel fatsoenlijk omgaan en mensen die recht zouden hebben binnen te komen, binnenlaten. Maar er was in één keer zo'n golf van het mag niet. Terwijl, ja, dan komt de Hongaar daarna, dan gebruikt hij niet zulke grote woorden. En dan komt hij met het verdrag aan en zegt hij, volgens mij doe ik keurig wat ik verplicht ben. Volgens mij zijn er andere landen die het niet doen, maar die moeten het misschien dan weer wel gaan doen. Dus het is ook heel lastig soms om door de retoriek heen, als de daden gewoon nog wel kloppen. Soms ging dat ook niet goed, dan spreek je elkaar er wel op aan. Maar in grote lijn, het feit dat ze dat hek bouwen, ja. Dat kun je moeilijk verwijten als je net zelf met z'n allen een hek hebt betaald aan een andere Schengen buitengrens. Okay. Ja, daarvoor nog eerst een vraag en dan zie je daar twee. Ja. Meneer de staatssecretaris, u staat bekend als een man met een nuchtere, doch gevatte antwoorden en acties. We hebben in dit debat rondom de instroom ook gezien dat de Denen bijvoorbeeld advertenties geplaatst hebben in de kranten in de oorlogsregio. Heeft dat effect gehad? Hoe beziet u dat? En had u het eventueel zelf ook gedaan? Het had een effect. De Denen hebben in Iraakse kranten gezegd, Denemarken is echt niet zo leuk als jullie denken. Nation branding, hè? Soort ja, van. Ja, zeker. De Deense NGO's hebben daarna twee keer zoveel advertenties geplaatst in dezelfde kranten om te zeggen dat Denemarken toch echt fantastisch is voor vluchtelingen. Dus het effect was er, maar niet wat de regering beoogd had. Kijk, we hebben zelf gekozen om het heel feitelijk te houden en wel te informeren. En dat verspreidt zich dan zelf, dat kun je ook bijhouden via social media. De feiten zijn al gewoon duidelijk genoeg. Je hoeft niet te gaan afschrikken met een reclamecampagne. Als je op het moment dat je de verwachtingen die vals zijn, kunt herstellen gewoon met feiten. En als mensen het idee hadden, van de week zagen we ook weer iemand op tv die dacht, ja, ik dacht, was mij beloofd door de smokkelaar, dat ik binnen 3 maanden mijn gezin via een normaal vliegtuig betaald door Nederland naar Nederland zou kunnen krijgen. Ja, dat is op dit moment niet zo. Die termijn halen we niet, dat kan ruim 2 jaar duren. Dus dat feit is al vervelend genoeg. Dus ik vind het feitelijk informeren van de mensen al, dat vind ik netjes. Er hoeft voor mij niet nog een reclamebureau een enge afbeelding bij te verzinnen of een schreeuwerige kop. Ik denk dat het effectiever is als die feiten zichzelf verspreiden en mensen dan keuzes maken. Maar ja, dan los daarvan, dan ben je ook heel erg gericht, dan is eigenlijk je boodschap van dat jij je leven waagt en die smokkelaars betaalt om naar Europa te komen. Dat moet je allemaal zelf maar weten, of je dat risico op te verdrinken neemt of niet. Als je vervolgens, als je eenmaal in Europa bent, maar niet naar mijn land komt. Ja, dat vind ik ook een beetje een rare boodschap. Als je niet wil dat die mensen verdrinken, dan moet je er
eerder bij zijn. En daar de situatie ook verbeteren. Ja, daar waren we wat achter. Daar, ja, u eerst, ja. Daar links, in de rode outfits. Goedemorgen. Mijn Nederlands is niet zo goed, maar ik kan mijn beste doen. Misschien een combinatie van Engels en Nederland. Ik ben mee eens dat die veiligheid en die bewaking en die opvang van vluchtelingen is echt belangrijk. Daar ben ik mee eens. Maar on the other side, I want to ask, what how can this system ensure that or make provision for highly qualified refugees who are in the system to make sure that they contribute to the quality of life in the country as well as the economy? Because at the moment, all you see, or what from my experience is eat, sleep, and out caring repeat. There's nothing much that caters for highly qualified refugees in the country. Okay. Moeten we ook een onderscheid maken tussen verschillende soorten vluchtelingen die ook misschien gelijk economisch een rol kunnen spelen in Nederland, omdat daar misschien juist heel veel behoefte aan is? Nou, ik vind zelf dat we in de vluchtelingenstroom dezelfde faciliteiten moeten hebben voor mensen. En dat we niet moeten vermengen met de economische migratie. Dat hebben we ook nodig, dat hebben we ook. Maar ik vind met vluchtelingenstroom meer is het, ja, maak van de nood een deugd. Mensen hadden de nood om te vluchten. Kijk dan wat mensen kunnen. Mensen kunnen ook vrijwilligerswerk makkelijker doen nu. Ze kunnen ook al gewoon werken, terwijl ze zelfs als ze nog geen status hebben. En ze kunnen ook Nederlandse cursussen kun je krijgen. En we zijn ook bezig om het bedrijfsleven beter aan te haken om te kijken om snel mogelijk die mensen te helpen als ze potentie in zit dat ze aan een baan kunnen komen, om dan ook bij te dragen zo snel mogelijk. Maar dat is niet makkelijk. Ook voor de gemeenten bijvoorbeeld die daar heel actief mee bezig zijn geweest. Ja, je kunt wel met een recruiter en een handvol banen een asielzoekcentrum binnenlopen. Maar de mensen daar, ja, je kunt nog zo highly qualified en skilled zijn op het moment dat jouw gezin nog in Syrië is. Is de vraag hoeveel ruimte je in je hoofd hebt om een nieuwe baan te beginnen. Natuurlijk staan wij er open voor, maar je moet wel rekening houden met dat de groep niet meteen klaar is om aan de slag te gaan. En we werken er wel aan, omdat je weet dat er in de populatie Syriërs een grotere kans is dat mensen makkelijker kunnen instromen in de Nederlandse arbeidsmarkt dan bij andere bevolkingsgroepen. Maar het is niet heel simpel. En zolang mensen ook niet zeker weten dat ze een status hebben, is dat toch meestal wat alle aandacht opeist. Heeft het bedrijfsleven daar nog een rol in? Kunnen die wat u betreft er actiever in zijn of loopt het eigenlijk wel? Nou ja, dat zijn we wel bezig. Hoe we hen ook beter kunnen betrekken en ook aansluiting kunnen vinden. Kijk, het heeft niet zoveel zin als iemand in een asielzoekerscentrum in gesprek is met een bedrijf in de regio. En wij komen dan aan en zeggen, we hebben gefeliciteerd, we hebben een huis voor u in de gemeente aan de andere kant van het land. Dus we zijn wel steeds beter aan het kijken hoe je in die gevallen de aansluiting kunt vinden. Dan weet de gemeente ook, okay, voor de gemeente is het ideaal, want die gaat wel een huis regelen voor iemand, maar hoeft niet een uitkering te betalen. Er is een match met dat bedrijf en die persoon. En zo gaan we wel steeds slimmer kijken dan hoe we dat kunnen matchen. Interessant. Ja, daar in het midden. En dan de persoon daarvoor. Of ja, doe maar die, dat kan ook. Dan doen we daarna de meneer daarachter. Nu blijkt dat Erdogan weigert zijn controversiële antiterreurwetten aan te passen. Bestaat de kans dat de deal alsnog afketst tussen Europa en Turkije? Wat gaat het kabinet of Europa dan voor plan trekken nu deze deal misschien afgeketst gaat worden? Is er een plan B? Ja, heel veel. Maar die zijn allemaal niet zo aantrekkelijk als plan A. Dus we blijven aan plan A werken. Kijk, sowieso, hè, hier heb je ook een verschil tussen de retoriek en wat wij merken in de samenwerking. Er zitten wel een paar stappen tussen. Voor visumliberalisatie is nodig dat er aanpassingen komen. Op het moment dat die er niet komen, heb je geen visumliberalisatie. Daarmee is nog niet de deal weg. De visumliberalisatie is een traject dat loopt al 20 jaar. Dat was voorzien als doeldatum 1 oktober. En in de afspraken met Turkije over vluchtelingen is gezegd tegen Turkije, nou, als jullie op 1 juli al voldoen, dan gaan we niet meer wachten tot 1 oktober. Dan kan het per 1 juli. Dus in die zin is het voor Turkije duidelijk en is het de deal niet verbroken op het moment dat ze niet voldoen en je gaat niet visumliberalisatie doen.
We hebben niet gezegd op 1 juli mag het, ook al voldoe je niet. Dus ja, dat is niet meteen gezegd dat het dan misgaat. En de link die Erdogan nu ook vaak legt is met een ander terugnameverdrag. Wat niet hetgeen is waarop we nu met Griekenland, Turkije de terugkeer veroorzaken. Ik denk verder dat het ook al erg veel helpt in het aantal oversteken te verminderen. En daarmee het aantal verdrinkingen ook, dat je niet meer door kunt vanuit Griekenland. Dus dat zijn twee elementen. Je weet, als ik ga, is de kans groot dat ik weer terug in Turkije eindig. En zelfs als ik daar niet terug naar Turkije word gebracht, dan kom ik niet verder in Griekenland. Dat zijn natuurlijk wel alle twee factoren. En die laatste die zal sowieso blijven. Dus ik ben daar nog niet nerveus over. We hebben ook het hele voortraject over Turkije was ook niet een weekje zitten en toen waren we eruit. En ja, verder heeft ook ieder politicus natuurlijk zijn eigen land wat het eerst komt ook in wat daar gezegd moet worden. En we zullen zien op 1 juli of er voldaan wordt aan de eisen. Zo niet, ja, dan heb je geen visumliberalisatie. Maar dat betekent niet dat de deal in het water ligt. De laatste vraag daar achterin. Mooi dat ik de laatste vraag mag stellen. Better be a good one. Oh, okay. Als oud lid van Vrijspraak weet u natuurlijk dat het af en toe belangrijk is om simplistische, maar gevatte vragen te stellen aan de gevestigde orde. Ik heb een simpele vraag. Op het gebied van vrede en veiligheid kunnen landen als Hongarije, Griekenland, Turkije eigenlijk niet bieden wat wij graag als Nederland van ze zouden willen. Ook op economisch gebied kunnen dit soort landen eigenlijk niet aan ons leveren of een toegevoegde waarde zijn die wij misschien wel zouden willen. Waarom werken we eigenlijk nog samen met dit soort landen in de Europese Unie? Nou, dat is een ingewikkeld antwoord. Dat is een ingewikkelde materie. Waarom we samenwerken is omdat we elkaar wel veel te bieden hebben, ook zij ons. Ten eerste hebben wij er ook baat bij dat die landen het pad naar welvaartsgroei door blijven wandelen. En ja, wij zijn terecht heel trots dat wij het economisch beter hebben en onze welvaart hoger is. En onze parlementaire democratie op zich stabieler. Moet je wel altijd uitleggen hoor, aan zo'n land hoe dat werkt met al die partijen in coalities. En dat is heel ingewikkeld. Maar zij zijn nog niet zo lang dat ze überhaupt de kans hebben daar aan toe te werken. Die Slovaakse collega die jullie zagen, die vliegt in een Tupolev. Die hebben ze namelijk in 1990 gekregen als aflossing van de schulden van de toen nog Sovjet-Unie aan hen nadat ze niet meer in dat machtsgebied vielen. Dus ze zijn nu toe aan het vervangen van de vloot, waardoor ze ook niet meer in beeld herinnerd worden aan die onderdrukking. Dus ze zijn ook niet zo lang vrij en ze hebben nog niet zo lang de kans om een economie op te bouwen. Het Nederlands bedrijfsleven zal die vraag heel makkelijk kunnen beantwoorden waarop we samenwerken. Want een groot deel van de economische welvaart wordt daar opgebouwd, ook met Nederlandse bedrijven. Het zijn Nederlanders, dus die weten op zich wel hoe je daar aan verdient. Dus daar hebben wij een groot belang bij, economisch. En ik denk dat het ook, ik heb liever gewoon lastige buren waar ik heel goed contact mee heb. Want er blijven toch je buren. Kun je er wel geen contact mee hebben, maar dan gaan ze weer contact hebben met een ander die een paar deuren verder woont, die ik nog veel lastiger vind. Dus ja, als dan de rijdende rechter langskomt, dan heb ik liever de buren aan mijn kant dan aan de andere kant. IJzersterke redenering. De laatste vraag. Ja, dankjewel. Ik had nog één laatste vraag en dat is eigenlijk om de mensensmokkel en mensenhandel die daaruit voort kan komen, om dat te bestrijden of te verminderen. Er wordt wel eens aangedragen als oplossing dat er dan in gebieden, relatief veilige gebieden buiten Europa, dat daar opvangcentra zouden moeten komen, waarbij dan vluchtelingen een asielaanvraag ook daar kunnen indienen. En dat er op die manier gekeken wordt wie dan wel of niet in aanmerking komt voor asiel. En dat die dan gewoon met het vliegtuig naar het land van bestemming eigenlijk worden overgebracht. Wordt eraan gewerkt? Wordt er over gedacht? Wat is uw mening daarover? Ja, eigenlijk is dat het model, hè, waar ik sprak, er zitten nieuwe contouren waarin Europa op zich steeds meer in kan vinden. Met Turkije heb je iets van dat model, maar heb je niet één plek hoeven bouwen in Turkije, omdat de Turken dat heel goed zelf kunnen. Die huisvesten nu 2,5 miljoen vluchtelingen, dus die kunnen dat prima. En wij kijken, hè, nu hebben we afgesproken, als er toch nog mensen oversteken, dan gaan ze terug. En voor elke Syriër die teruggaat, mag een andere Syriër met het vliegtuig. Op een gegeven moment is het dat die oversteek stopt en dan heb je dat model. Dan zeggen we tegen Turkije, wij dragen aan de opvang die jullie hebben in jullie land voor vluchtelingen.
En een afgesproken aantal mensen per jaar wordt daar bekeken en mag naar Europese landen komen. Nou, zo zijn we ook in Afrika aan het kijken of er landen zijn met wie je die afspraken kunt maken. Dat ligt daar natuurlijk een stuk moeilijker. Op de kaart gezien zou Libië heel logisch zijn. In de praktijk is dat niet echt handig om te beginnen. Dat is nogal ingewikkeld. Maar bijvoorbeeld bij Niger nu gewerkt om te kijken of je daar inderdaad betere opvang kunt hebben. Hervestiging heet dat. Dat doen we eigenlijk als Nederland al, ook al heel lang, maar in hele beperkte mate. En daar keek Nederland traditioneel ook altijd naar de mensen die het minst geschikt waren om in die omstandigheden te leven. Dus ja, de Amerikanen doen ook een hervestiging. Die kijken wie is het meest geschikt om een bijdrage te leveren aan de economie. Dus die kijken precies aan de andere kant van het rijtje. En wij keken altijd naar welke mensen zijn fysiek of jonge kinderen of andere problemen niet echt goed geschikt om in deze opvang te zitten. En dan kun je dus een aantal mensen inderdaad per jaar selecteren en dan over laten komen, zoals Canadezen dat bijvoorbeeld ook doen. Dat is het model waar nu steeds meer overeenstemming over bestaat voor Europa. En dan is natuurlijk wel de vraag, ja, gaat dan iedereen meedoen? Gaat dan ieder land ook echt mensen ophalen? Ik vind principieel dat de oplossing zou moeten zijn. Ik vind het moeilijk om te accepteren dat dadelijk een land of vijf zegt, nou weet je wat, wij betalen wel gewoon veel meer. Als we ze maar niet mensen op hoeven te halen om hier in de samenleving te laten zijn. Dus dat is, maar ja, dat wordt nog een flinke discussie. Maar dat model van in een land die veiligheid bieden in de regio is inderdaad waaraan gewerkt wordt. Ik zag laatst een Nederlandse architect die het nog creatiever had. Die dacht, als er dan geen land is waar het veilig is, dan moet je land maken. Als je Tweede Maasvlakte kunnen opspuiten of vakantieresorts in het Midden-Oosten, dan moet dat ook kunnen. Dus je had een heel model om een soort, ik geloof dat het Eufrica heette, tussen de twee kusten in een eiland te creëren waar mensen kunnen werken. En ik moet zeggen, het probleem is zo groot dat ik zelf niet daar bij voorbaat van zeg dat het niet kan. Maar goed, dat is wel inderdaad het model waar je naartoe zou moeten om het te kunnen behappen. Een prachtig einde. Als toekomstvisie misschien wel uiteindelijk een groot eiland waar misschien weer verschillende volkeren uiteenkomen wat de situatie zo lopend is. Dank u wel voor uw aanwezigheid. Dank jullie voor de vragen en tot de volgende keer. Dank u wel. Ja, ik zou nog heel even kort iets willen zeggen, want we kunnen u natuurlijk niet laten gaan zonder te bedanken. Voor ons, voor Vrijspraak, was het afsluiten van het lustrum. Dus dat is sowieso voor ons heel erg bijzonder om u als erelid hier te hebben. En daarnaast denk ik dat het voor alle studenten en docenten hier ook super interessant was om iets anders te horen dan je normaal in de collegebank hoort. Dus vandaar hebben wij verschillende presentjes voor u. Allereerst Ja, we hebben een klein onderscheid gemaakt inhoudelijk cadeau en een iets mindere inhoudelijk cadeau. Ik mag u namens de universiteit in ieder geval het inhoudelijke cadeau aanbieden. Dat is de Atlas of European Values, een onderzoek vanuit de universiteit wat inzicht geeft in de verschillende normen en waarden en tradities binnen Europa. Het geeft inzicht in hoe wij als Europeanen verschillen, maar ik denk vooral veel belangrijk voor deze tijd hoe wij als Europeanen eigenlijk wel hetzelfde zijn. Dus alsjeblieft in ieder geval. Dankjewel. Ja, en dan heb ik nog twee presentjes. Als eerste een sweater van die alumni office. Ik begreep dat u er al een keertje een had ontvangen. Maar ondertussen was er een nieuwe versie. Dus vond die alumni office dat u er zeker nog eentje verdiende. Heel goed. Dus bij deze. Dankjewel. En dan als laatste een cadeautje vanuit Vrijspraak en Adrem. Een flesje Schrobbelair met echte Vrijspraakglazen. Die u hopelijk herinneren aan een goede studententijd en de tijd bij Vrijspraak. Heel mooi. Alsjeblieft, dank u wel. Dank u wel.